harte welkom bij deze nieuwe video van ons. Voor een aantal weken geleden hebben we jullie laten zien hoe we de Magic Kingdom Cheeseburger Spring Rolls gemaakt hebben. Die loempia's die vonden we ontzettend goed gelukt. Het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Verbaasde ons dat het zo goed gelukt was. De smaak was ook heel goed. En daarop volgend gaan we vandaag maken de Magic Cookie Bar. We hebben het een keer gegeten in het Magic Kingdom. We hebben het recept opgezocht en vandaag gaan we het zelf maken. Ja, dit is dus ook van het Disneypark in Florida. Het Magic Kingdom, zoals jij net zegt. Een van de bekende recepten. We gaan er gauw mee beginnen. Laat jij de ingrediënten die we nodig hebben eens eventjes allemaal zien. Ja, we hebben alle ingrediënten klaargezet en we hebben het volgende nodig voor de Magic Cookie Bar. Koekjes en roomboter voor de bodem. Boter gaan we zo smelten, de koekjes verkruimelen en dat wordt de bodem. Daarbovenop gaat de gecondenseerde melk. Daarbovenop komen de chocolate chips, de chocolade M&M's en de mousse butterscotch op. Nou hebben wij geen butterscotch alleen gevonden, dus hebben wij chocolade met butterscotch gedaan en doen we dat erop. De pecanoten komen erop en er komt nog wat kokos overheen. Eerst gaan we de oven voor verwarmen op 175 graden. We gaan nu eerst met de bodem beginnen. De bodem bestaat uit roomboter en bastonjekoekjes, of welke andere koekjes je lekker vindt. We gaan de boter eerst verwarmen in een pannetje zodat die smelt. Marloes heeft me net verteld dat ik de koekjes in een zakje moet doen. Ik heb een tweede zakje heb ik ook al gevuld. Die heb ik daar liggen en daar gaan we zo even naartoe. Ik moest hier een knoopje inleggen en er moest geen lucht in, vertelde je. Zo. En jij vertelde mij dat de bedoeling is om met de deegrollen op de zakjes te gaan slaan. Ja, het moeten kleine stukjes worden. Gaat het goed zo? Ja. Bijna moet ophouden, want ik zie al enkele scheurtjes in het zakje. Nou, als het zo fijn is, dan is het goed. Ik doe de gesmolten boter in de schaal. En ik doe de verkruimelde koekjes erbij. Dit vermengen we tot een vast geheel. Omdat het helemaal glad is. Nu gaan we de gecondenseerde melk eroverheen doen. Ken jij dit? Ik heb dat nog nooit gebruikt. Jij wel? Nee, ik heb dat nog nooit eerder gebruikt ergens voor, volgens mij. Ik giet de gecondenseerde melk er nu overheen. Ja. En die koekjes met boter, dat is dus al de bodem? Ja. Volgens mij hebben we iets te veel boter gemaakt. Dat zie je. Nu gaat er nog kokos, pecanoten, chocolate chips, chocolade M&M's en chocolade met butterscotch overheen. We beginnen met een beetje kokos. Als tweede gaan de chocolate chips eroverheen. Nu een paar pecanoten. Is
Is het niet veel te veel chocola? Nou, volgens mij moet het zo in de oven gaat het smelten en mengt het zich met de gecondenseerde melk, zodat je een chocolate bar krijgt. Ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren. De butterscotch gaan we in kleine stukjes maken. We zagen bij het recept dat iemand de butterscotch overheen deed. Dat waren dezelfde stukjes als de chocolate chips, maar die konden we hier niet vinden. Dus we gaan het zo doen. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het een mooi gevulde taart wordt. Ik denk dat hij heel zoet is. Ja. En als laatste, voor de kleur, doen we de M&M's erbij. Maken we die nu eerst even klein? Nee, dit zijn mooie stukjes. Ik zou niet weten hoe je die klein moet maken. Ja, ook in zo'n zakje. Nee, want dat, als je daar met een ding op gaat, dan gaat juist de chocola van de M&M's gaat de kleuren vanaf. Ja, het kan hoor. We kunnen het altijd proberen. Nee, doe maar zo. Ja? Nou, ik denk als ik hem zo zie dat hij wel goed gelukt is. Het is natuurlijk eventjes afwachten wat er gebeurt als hij in de oven geweest is. Maar dat hij ontzettend zoet is, denk ik. Dat kan haast niet missen. We moeten nog één ding doen voordat hij in de oven gaat. We moeten hem even goed aandrukken. Maar dat mag Michael doen. Maar waar is het aandrukken voor dan? Omdat het allemaal goed stevig bij elkaar blijft. Dat je kunt het toch niet aandrukken? Dan ben je toch alle ingrediënten die er bovenop zitten, ben je toch kwijt? Ja. Die druk je er allemaal in? Ja, het staat erbij. Het hoeft niet van mij. Maar ik kan me niet voorstellen. Nou, dan druk je alles erin volgens mij. Ik zal toch proberen een klein beetje aan te drukken. Er valt helemaal niet zo heel veel aan te drukken, zie ik al wel. Nou, dit moet het dan wel zijn. En nu moet u voor 25 minuten de oven in. De Magic Cookie Bar van Magic Kingdom. De Magic Cookie Bar gaat nu voor 25 minuten de oven in. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat straks. Is het dan ook zo dat die suiker, melk, mengsel plus de boter en het koekje, of de koekjes, ja, dat het hard wordt? Ja, het wordt wel echt een reep, zeg maar. Dus het wordt wel echt een stevig geheel. Oké, en het is de bedoeling dat hij daarna eerst afkoelt? Ja, hij moet compleet afkoelen voordat je hem eruit kan halen en hem in stukken kan snijden. Oké, nou, we zijn benieuwd. Ondertussen gaan we lekker eventjes buiten zitten. Het is nog steeds schitterend weer. Het is jammer om de hele dag binnen te zitten natuurlijk. Tot zo. Tot zo. Het is misschien zo een klein beetje lastig om te zien. Maar de Magic Cookie Bar die zit inmiddels 20 minuten in de oven. Je ziet dat hij mooi aan het bakken is. We zijn echt benieuwd naar het eindresultaat. Nu duurt het ongeveer nog 10 minuutjes voordat hij uit de oven kan. De 25 minuten zijn voorbij. We gaan de oven open doen en kijken hoe het eruit ziet. Nou, het ruikt wel lekker. We gaan hem laten afkoelen. Hij moet helemaal afgekoeld zijn voordat we hem kunnen snijden. Voordat hij eruit kan. Ik ben benieuwd waar het wordt. Hij is, als ik het zo zie, is hij helemaal bruin. Alleen hier niet helemaal. Nee, maar daar heb ik net iets met de doek op gezeten. Dus dat, maar het lijkt net of de melk gebakken is. Zie je dat? Ja. Ja, dat moet misschien wel, hoor.
Lijkt ook een beetje vettig aan de binnenkant. Ik vind hem inderdaad een beetje vochtig uitzien. Maar we moeten rustig wachten tot het nou afgekoeld is. En dan gaan we proeven wat het resultaat is. We zijn een aantal uurtjes weer verder. De Magic Cookie Bar die zou afgekoeld moeten zijn. We gaan nu proberen om hem uit de schaal te krijgen. Ik hoop dat dat lukt. Want hij is een beetje dikker geworden dan de bedoeling is. Maar, ja, nou, dan moeten we maar kijken. Ja, we gaan hem hoe dan ook proeven. Of hij er nou heel uitkomt of niet. Dus we gaan ons best doen. Aan jou de eer, probeer het maar eens. Ja. Ik denk dat je hem inderdaad los moet snijden aan de zijkanten. Ja. En hopelijk kun je hem in één keer omdraaien. Ik ben een beetje bang. Het is wel een beetje spannend. Ja, ik weet het echt niet of dat gaat lukken. Ik denk namelijk dat de bodem iets te veel, dat we daar iets te veel boter in hebben gebruikt. Dus dat hij iets te plakkerig is. En dan blijft hij ook vast plakken aan de bodem. Dus ik zit eigenlijk een ik beetje naast. Ik bedoel dat de bodem niet meer gaat. Ja. Zullen we hem andersom zetten? Zou dat werken? Of zou hij dan helemaal uit elkaar van? Het is een beetje een dilemma, hè? Nou, probeer hem maar. Ja? Je kunt hem altijd weer omdraaien op het moment dat het niet lukt. Hé! Hey. Dit gaat natuurlijk wel. Nou, hij is eruit. Het ziet er niet zo heerlijk uit. Oké, okay. Nou. Ik zie het al wel. Ja, maar je moet hem omdraaien eerst. Ja, dat kan niet. Dat is toch geen gezicht? Nee, kan... Nou, we gaan het proberen. Spannend moment wat er gaat gebeuren. Nou, kijk eens aan. Ik denk dat we inderdaad iets te veel boter hebben gebruikt, maar... Goed, dat is een leer voor de volgende keer. Ik moet zeggen dat hij er super uitziet. Wat vind jij ervan? Ja, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Het is natuurlijk zo, de koek die onderin zat, die was al gaar. Dus het is niet zo dat hij niet gaar is. Maar hij ruikt wel heel lekker. Nou, wat ik zie is dat hij nog net zijn vorm heeft. Ik denk dat we helaas te veel boter hebben gebruikt. Of we hebben toch een te kleine schaal daarvoor gehanteerd. Ik denk dat het wat verdeeld had moeten worden over een... grote oppervlak, maar goed, desalniettemin ziet hij er toch wel oké uit. Het is natuurlijk ook wel even spannend om te zien hoe de binnenkant gelukt is. Nou ja, ja is. Ja, het is machtig. De smaak is wel goed. Je proeft heel duidelijk de chocolade die erin zit. De bastonjekoeken van de bastonjekoekjes die we gebruikt hebben voor de bodem. Maar de stevigheid had wel iets beter gemogen. Maar goed, onze Magic Kingdom Magic Cookie Bar. Iets aan de zachte kant, maar hij smaakt goed. Wat vind je zelf van de smaak? De Magic Cookie Bar die we hebben gehad, zoals die moet zijn, die was iets, dat was echt een reep en het was iets dunner. Wij hebben hem inderdaad, wat Michael net ook al zei, in een iets te grote schaal. De schaal is niet te groot, de schaal is eigenlijk te klein, waardoor die te dik is. En hij is iets te vet omdat we te veel boter hebben gebruikt. Maar hij smaakt wel goed, hij smaakt echt een beetje als een brownie. Ja. Met de koekjes eronder, dus hij is wel heel erg lekker. Het is alleen een beetje meer een beetje een toetje geworden om uit de schaaltje te eten dan een bar die je zo kunt inpakken en opeten. Dus de smaak is goed,
het uiterlijk en hoe we hem, hoe die gebakken is, had wel iets beter gekund. De eindconclusie van onze Magic Cookie Bar. Smaak is goed. Uiterlijk de volgende keer iets beter. Stevigheid de volgende keer iets beter. Minder boter. Maar voor de eerste keer niet verkeerd. En als ik dat zo zie, komt hij best wel op. Nou, Kevin? Lekker. Kijk. Nou ja, uiteindelijk gaat het daarom. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem nou leuk vindt, even een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!